Wij maken bitumineuze dakbanen voor platte daken op basis van gerecycleerd materiaal. De oorsprong van dat materiaal is voornamelijk oude gerecycleerde daken of snijresten, zoals wij dat noemen, van nieuwe daken die door onze verwerkers uitgevoerd worden. Wij zijn van plan om in de toekomst nog meer in te zetten op circulair bouwen. En wij hebben een aantal projecten, R&D-projecten dan, die daarop toegespitst worden. Wij bekijken hoe wij nog meer dan nu al het geval is, materialen van oude daken of eventueel industrieel afval dat door onszelf of misschien wel door onze concurrenten wordt geproduceerd, te gebruiken om om nieuwe dakbanen mee te kunnen maken. Derbigum is in 1999 begonnen met zijn eerste stappen in recycleren. Toen vanuit de noodzaak om productieafval te kunnen hergebruiken. Maar in de loop van de jaren hebben we dat verder uitgebouwd naar een volwaardig recyclageproces waarbij wij niet enkel productieafval, maar ook snijresten van onze dakdekkers en zelfs oude gebruikte daken terugnemen om er een nieuwe grondstof van te maken. Derbitumen is de nieuwe grondstof die wij maken uit oude membranen en deeltelijk ook snijrestafval, waarbij we 1 kilogram oud materiaal kunnen volledig omzetten in 1 kilogram nieuw materiaal, waarbij we dan dit nieuw materiaal gaan inzetten in onze productie voor de membranen, waaronder het product Derbigum NT, die volledig zelf de eigenschappen heeft als een volledig nieuw product met een ATG-certificaat en alles wat erbij hoort. Met No Roof to Waste hebben wij als Derbigum een dubbel doel voor ogen gezet. Enerzijds het sensibiliseren van voorschrijvers en gebouweigenaars om voor Derbigum te kiezen, omdat wij als enigste in de industrie een volwaardig circulair aanbod hebben van producten. Anderzijds is het ook zo dat wij onze dakdekkers willen motiveren om hun snijresten te verzamelen en hebben daarvoor een campagne opgezet met No Roof to Waste, met het nadruk op No Waste, waarbij dat we hen echt vragen om een charter te ondertekenen en zich ertoe aanzetten om hun snijafval te verzamelen bij de distributeurs.